We zijn eind maart 2014. Een groep Belgen komt aan op de luchthaven van Dakar. Met 40 zijn ze en allemaal zullen ze de komende 10 dagen met de mountainbike meer dan 700 kilometer afleggen doorheen Senegal. Fietsen voor een goed doel, de bouw van een school in Dakar. Onder de deelnemers ook Tom Meeuwse. Voor de veldrijder is de trip naar Senegal een jaarlijkse traditie, vlak na het einde van het veldritseizoen. Ja, vierde keer dat ik hier land, maar toch altijd speciaal om hier in die chaos terecht te komen. Nu hebben ze hier voor de eerste keer een visum ingevoerd en dat zorgt wel voor problemen toch een beetje. Velo Afrique, leg dat nog eens uit voor degenen die het niet weten. Wat is Velo Afrique eigenlijk? Ja, elke deelnemer zamelt 4000 euro in. De helft is voor de reis en de fietsvakantie en de helft is voor een schooltje. En daarmee bouwen ze zelf eigenlijk scholen voor beter onderwijs hier. Ook de ploegleider van Tom Meeuwse, Danny De Bie, is opnieuw van de partij. Ook voor hem is de luchthaven van Dakar geen onbekend terrein meer. Welkom, Nigerne Tom. Ik heb al vorig jaar gezegd dat ik hem ging achterlaten van het jaar. Ik er vanaf gaan raken, dan is het hier in de woestijn, denk ik. Ik moet meegaan om Tom in de oog te houden. Hè. Nee, ik vind dat zo achter seizoen is dat heel, heel gezellig, ontspannend. Het is altijd gewoon groep, wat Tom ook zegt. Het is prachtig voor te doen. De groep van Velo Afrique is samengesteld uit mensen die er elk jaar bij zijn, maar er zijn ook nieuwkomers. Jan Meeuwse bijvoorbeeld, de vader van Tom, hij is er voor het eerst bij. Voor Tom is het al het vierde jaar, dus in elk jaar worden die verhalen en ik ben het ook wel een beetje nieuwsgierig en ik ben heel blij dat ik dat eens mee kan maken eigenlijk. Wat verwacht jij er eigenlijk van? Levenservaring. Wij zeggen eigenlijk dikwijls druk maken om nutteloze dingen. Dat heeft mijn broer ook gezegd, hij zei voor jou gaat dat ideaal zijn. Dus, en waarom voor jou? Ja, omdat ik stond wel een beetje bekend als een zenuwachtige en stresserende misschien. En dat is hier niet onder orde. Dat komt hier niet onder orde. Dus. Fietsen voor het goede doel doorheen Afrika. Het is een idee dat bijna 5 jaar geleden ontstond bij Telenet-medewerkers op een plaats waar zoveel goede ideeën ontstaan, op café. 4 jaar geleden zaten we in een vergadering tussen aanhalingstekens, op café. En toen hebben we gezegd, we hadden eigenlijk een paar projecten lopen voor fondsen op te halen. En we zochten eigenlijk naar een nieuw project. En we hebben gezegd, we gaan nog 1 groot evenement doen per jaar. En ik wou eigenlijk altijd al eens in Afrika gaan fietsen. En de mensen rondom ons, die in de staf zaten, die hebben dan eigenlijk zo zot gekregen van oké, we gaan fietsen in Afrika. Hoe is de eerste editie gekomen? Dat is een goede vraag. Eigenlijk is het zo dat we op zoek waren om fondsen te werven. En we waren toen met bepaalde acties bezig. Hè. Zijnde van een filmfestival. We hadden nog enkele acties dergelijk, maar die brachten wel wat geld op, maar niet het bedrag om een school te bouwen. En dan zijn we erop gekomen, eigenlijk een beetje tussen pot en pint, van oké, we gaan in Afrika fietsen. Dat is weer typisch. Nog de fietsen uitpakken en installeren en snel het bed in, want morgen staan de eerste kilometer door de hitte van Senegal op het programma. Nog 700 kilometer. Recht door. Even moed inpompen, hè? De eerste dag brengt de deelnemers van Velo Afrique tot in Saint-Louis. Een stad met wat vergane glorie, maar ook meteen een harde confrontatie met de armoede in Senegal.
De confrontatie met de armoede in Saint-Louis doet de deelnemers snel beseffen waarom ze zich inschreven voor Velo Afrique en waarom ze bijna allemaal een heel jaar lang bezig geweest zijn om de nodige fondsen binnen te halen. De missen betalen 4.000 euro, waarvan 2.200 euro voor de reiskosten is. En dan 1.800 gaat direct naar de fondsen, naar de schooltjes. Dus we hebben nu 4 scholen die we al gebouwd hebben, dankzij de verschillende Velo Afrique. Het is inderdaad kleuteronderwijs en lagere school. Het gaat dus van 3 jaar tot 12 jaar. En dan doen ze een examen, de kinderen. En dan slagen ze ook in het examen en kunnen ze ook naar het hoger onderwijs. Jullie bouwen de scholen, maar dan is het aan de lokale bevolking. Inderdaad, dat klopt. Dus wat wij eigenlijk voorzien, wij voorzien fondsen om de school te bouwen. Het gebouw aan zich wordt door ons gesteund. En het zijn de lokale mensen, de lokale NGO, die zo bepalen waar de scholen komen, weliswaar in samenspraak met ons. En we kiezen ook voor het lager onderwijs, omdat het lager onderwijs hier betalend is in Senegal. Dus vaak kunnen kinderen al niet naar die scholen gaan, kunnen al het lager onderwijs niet volgen. En dat is natuurlijk een groot gemis, hè? Want dan kun je ook sowieso niet verder gaan. 4.000 euro bij elkaar rapen, zo eenvoudig is het niet. Elke deelnemer heeft dat op zijn eigen manier gedaan. Wijnverkoop, wafelbakverkoop heb ik gedaan. Bedrijven aangesproken. Mijn club heeft veel gesponsord. Dus ik denk zeker 1.000 euro dat ik van hun er heb gekregen. Dus dat is echt al veel. En dat is zo voornamelijk. Ik heb het eigenlijk in 2 maanden kunnen inzamelen. We hebben spaghettifestijn gedaan. We zijn met 3. En we hebben eigenlijk, vorig jaar zijn er 5 uit onze regio meegegaan. Die hebben dan Ola Afrika opgericht. Wij zijn dan met 3 bij in dat project gestapt. Dus hebben we met 3 dit jaar die dat mee gaan doen. Hebben dan dus het spaghettifestijn. We hebben een spinningmarathon. En dan eigenlijk heel veel sponsoring via de bedrijven. Een grote spaghettiavond. Er zijn 130 man op afgekomen. En dan heb ik bij mensen gaan koken, dus bij vrienden en collega's. Ik ben hobbykok en ik heb daar de keuken overgenomen. Ik breng alles zelf mee en de gastvrouw, gastheer blijven gewoon aan tafel zitten en die vinden dat heerlijk. Op dat moment denk je, dit is allemaal voor Velo Afrique, voor straks dat schooltje? Absoluut, ja. Ja, het moment van het schooltje dat moet nog komen, dat is altijd een zeer emotioneel moment. Maar als je dan die lachende gezichtjes ziet, dan weet je waarvoor dat je doet. Hoeveel kost het bouwen van 1 schooltje eigenlijk? Wel, dat hangt eigenlijk een beetje af van hoeveel verdiepen je in de lucht gaat, de locatie waar je bent. De goedkoopste school is rond de 45.000, de duurste is 60.000. Dus dat zit daar zo'n beetje tussen met meubilair en alles erop en eraan. Het bezoek aan de schooltjes zelf is nog niet voor morgen. Eerst moeten nog kilometers gereden worden. De ritten tijdens Velo Afrique zijn tussen de 70 en 130 kilometer lang. Maar meer nog dan de afstand zijn het vooral de hitte en de ondergrond die het zo zwaar maken. Tom Meemse heeft ook zijn onkel Mark mee. En die blijkt tot frustratie van anderen nog vlot de pedalen te vinden. Onkel Mark, gewonnen vandaag, jongen. Je komt hier als eerste binnen. Ja, maar... Nee. Het is toevallig. Je was niet te houden vandaag? Ja, het ging goed en... Oh, daar rijden de deuren. Maar het was wel, alleen was het wel lastig. Want het was toch wel heel warm en moeilijk op les. Maar ik ben er goed gewerkt. Het ging eigenlijk van eigen. Vandaar, ik weet niet hoe ik kwam. Goede benen en laat mijn bed gegaan. Dat helpt. Ik weet het niet. Een dokter heeft gezegd goed drinken, dus dat heb ik gedaan gisteravond. Wat vind je van Senegal eigenlijk? Ja, het is Het laat iets achter wat er nooit meer loslaat, vind ik. En daarom ben ik ook terug meegegaan. Mijn vrouw is er ook bij, omdat je kunt dat niet uitleggen. Je moet dat zien. Er zijn ook mensen die zeggen... Je moet wel een beetje eerlijk zijn. Maar ik een Fanta bij jou, dat past niet, hè, jongen. Oké, Tom. Dat zijn een recuperatiedrank, hè. Die lust niks aan, ze eigenlijk. Dat is maar voor de camera hier. Ja, vlag is genoemd. Ik zal wel die dingen maken. Nee, dat is een fot gewoon. Ja, vlag gezet, vlag. Ja. Volgens mij dat te veel Viagra. Ja, dat was ik weet natuurlijk niet wat die pilletjes die wij allemaal pakken. Ja, ja.
De West-Vlaming Hendrik Jacobs en zijn vrouw Ruud zijn misschien niet de snelste deelnemers van het pak, maar ze zijn in ieder geval de meest moedige. Zij leggen de hele afstand doorheen Senegal af met een tandem mountainbike. En waarom dacht je op een bepaald moment, ik schrijf me in? Eigenlijk gewoon, mijn vader had dat volgen getoond en ik heb eigenlijk geen seconde getwijfeld. Het land, we zijn hier al een paar keer geweest en dan het avontuur en het goede doen natuurlijk. Hè, ja. Ja. Jullie zijn hier al een paar keer geweest, jullie zijn hier getrouwd. Ja, wij zijn hier getrouwd. Ook zeer impulsief. Nee, is niet waar. Luxe krijgt Tom Meemse hier niet voorgeschoteld. De organisatie kiest er immers bewust voor om onderweg niet in de luxe hotels van Senegal te overnachten. Door bij lokale hotelletjes of in vroegere scholen te overnachten, ondersteunt Velo-Afrique op die manier ook de lokale economie. We vinden het heel belangrijk dat ze de plaatselijke sfeer opsnuiven. Dat ze sowieso, dat we in tentenkampen slapen, maar dat we ook bijvoorbeeld in Djerbel slapen, eigenlijk in een heel gewoon hotelletje. En dat is door lokalen uitgebaat. In die stad is er voor de rest ook niks te vinden, dus dat is echt wel heel, heel lokaal. Dat is een leuk gegeven om aan de mensen mee te geven. We vinden dat sowieso als organisatie belangrijk om dat mee te geven, om het lokale te kennen. Ja, de shock mag er ook zijn, hè. De shock mag er ook zijn. En dat voelde ook aan de deelnemers dat ze echt wilden appreciëren. Vertrouwd adres, waar de toekomst komt. Ja, deze, ik vind deze de meeste locatie hier. Klein terrasje, klein hotelje. Kamers trekken op niet veel, vind ik. Ja, ik heb hier vorig jaar gewoon op het dak geslapen. Ik denk dat ik dat misschien gewoon omdat ik, we slapen hier met zo'n klein kamer met 4-5 man. Dat is, ik slaap liever gewoon rustig op het dak dan. Mijn nest is gereed. Jeroen, het is nog vroeg, maar iedereen is al wakker. Er staat een zware rit op het programma. Ja, een zware rit. Het is eentje met veel afwisselende zandstroken. Maar normaal gezien, als ze vroeg vertrekken en de dauw heeft zijn werk gedaan deze nacht, moeten ze er eigenlijk vlot door kunnen. Maar de laatste 12 kilometer dan gaat het sowieso al warmer zijn. Daar ligt wel een zandbak. Dan de zandbak van Senegal. Ja. Een meter vooruit. Ja, sommige stukken gaan echt niet. Wij zakken echt te diep in. En dat stuurslaag. En ik trap gelijk een zot en elke keer patat. Maar we doen ons best, we geraken er wel. Hè. De zandstrook, heb je al wat tips gegeven aan je collega's? Ik zeg tegen die mannen juist niks, want anders rijden die me af. Eén kleintje. Een ballen keihard zetten. Een heel zwaar stuk. Een heel zwaar stuk. En de wind maakt het echter niet beter op. Maar als we het goed humeur erin houden, komt dat maar goed, joh. Denk je dan nog eens aan de motivatie? Is die soms niet ver te zoeken? Nee, eigenlijk niet. Want ik heb het op geen enkele van de dagen eigenlijk al erg lastig gehad. Motivatie, nee. Nee. Ik kan me zelf genoeg oppeppen. Ik vind af en toe nog tijd voor iemand anders op te peppen. Dus dat is goed, hè. En waarom doe je mee aan Velo-Afrique? Ik vond het een nobel doel en ik heb het gevoel dat van die fondsen die wij hebben verzameld, dat er 98% effectief van aankomt. En dat gevoel heb ik bij andere projecten vaak niet. En dat was toch de overtuiging die ik had. Ook voor Miek van den Bossen uit Brussel is het een zware dag. Zij is de meest onfortuinlijke deelnemster met het grootste aantal valpartijen. Hallo. Ça va, Miek? Buiten mijn poep, ja. Wat is er met de poep gebeurd? Ik ben gevallen op beton. Daarnet. En dat op 20 kilometer zandstrook, daar heb je dat stukje beton gevonden. Kiezen. Ja, ik ben daar heel goed in. Ik kan dat spotten en dan doe ik zo'n val. Dus onderrug en bips.
doen heel erg pijn. Maar je rijdt ook deze etappe gewoon uit? Natuurlijk, niet opgeven. Never give up. Maar contact met de lokale bevolking maakt voor Afrika-liefhebber Miek alles goed. Geen ander vervoermiddel dan de fiets brengt je zo dicht bij de lokale bevolking. We hebben dan samen een beetje liedjes gedeeld. We hebben Frère Jacques gezongen. Ik heb er Oze Wize Woze geleerd, maar dat was een beetje moeilijker. En nu het Klein Vissertje. Is dit de reden waarom je deelneemt aan Velo Afrique voor dit soort momenten? Ja, het is een prachtige momenten, vind ik. En het is een uitwisseling. Uiteindelijk, ook al kennen we helemaal elkaar niet, blijkt het dat we hetzelfde liedje kennen, Frère Jacques. Dat is vet wel grappig. En ik vind ook wat Velo Afrique mij vooral heeft toen beslissen om mee te doen, is voor het onderwijs. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen hier ook, en zeker en vast meisjes, een probleem is in veel landen hier, dat meisjes niet naar school kunnen gaan. En uiteindelijk verbetert dat de toekomst van iedereen. En ik vind daarom Velo Afrique een fantastisch initiatief. Tom Meeuwse maakt van de rustdag gebruik om samen met vader Jan nog wat extra kilometers te malen. Het kan niet genoeg zijn. De tijd die ze hier in Afrika met elkaar kunnen doorbrengen is onbetaalbaar. Ver weg van de stress in de veldritwinter. Ja, het is, wij hebben altijd al wel een goede band gehad. Maar het is, je bent hier veel rustiger dan anders. Je leert elkaar toch nog op een andere manier kennen. En dus ik ben wel blij dat ik dat heb meegemaakt. Niet alleen voor Tom Meeuwse is de deelname aan Velo Afrique elk jaar een vaste afspraak. Ook fietsmechaniker Dirk en zijn vrouw Charlotte zijn er telkens bij. En op de rustdag moeten zij net wat harder werken dan de rest. Alle fietsen worden nog eens onder handen genomen. En waarom blijf je terugkomen? Omdat het zo plezant is. Ja, de sfeer, alles, de organisatie. Perfecte organisatie eigenlijk. Ik denk dat er veel organisaties een voorbeeld mogen nemen aan Velo Afrique. Je offert wel je vakantie op, hè? Ja, voor mij is dat sowieso vakantie. En sleutelen is... Goed, sleutelen is mijn werk. Maar dat betekent niet dat ik het niet graag doe, hè. Vandaag moeten er weer een pak kilometers overbrugd worden, maar de eindstreep is stilaan in zicht. Voor Danny de Bie worden het nog lastige kilometers, want hij loopt er ziekjes bij. Gelukkig is de meegereisde dokter altijd in de buurt. Mijn luchtwegen en mijn kop zit precies vol slot. Ja. Hij zit vol slot ook. Nu, luchtwegen. Het valt nog mee. Een keer hoesten. Normaal ben ik nooit ziek. Hoe blij ben je dat je meegegaan bent naar Velo Afrique? Geweldig. Kan de dokter daarvan genieten ondertussen? Ja, dat is wel plezant hoor. We hebben tijd onderweg, het aanmoedigen ook van de mensen en het onder controle. Of het mensen zo goed mogelijk voorbereiden onderweg. En dat geeft wel heel veel voldoening. Mijn doel is toch ook om iedereen aan de mee te krijgen zonder dat ze moeten instappen. En... Je bent de eerste dokter sinds 10 jaar die Danny de Bie heeft opgezocht. Ja, wel. Danny de Bie is misschien wel een geval apart. Maar ik vind dat niet echt een eer hoor. Want er is nog veel werk aan. Dus. Maar dat zullen we eventjes onder ons beroepsgeheim houden. Voor één keer zijn de rollen omgedraaid. Onderweg is het de veldrijder die de ploegleider verzorgt. En de veldrijder zorgt voor de nodige bevoorrading voor de groep. Ik ga bij de banaan, 3,5 kilo, super. Merci. Tom, dat trekt heer. Plezant, hè? Ik vind het goed, hè? Hij verzorgt jullie wel, hè? Jawel, ja. Oversteken is hier wel moeilijk. Dat is het moeilijkste van allemaal. Bananen had ik vrij rap, maar dat verkeer hier in zo'n stad. Ik zit veel liever in de kleine plaatsen. Die steden, dat is hier zo'n warboel, dat kunnen we eigenlijk niet voorstellen.
de rust die ik hier in Senegal vind. Daar denk ik wel eens aan terug in het seizoen. Want soms zijn we in België druk aan het maken over dingen dat je zegt van het is eigenlijk helemaal niet nodig. Want als je in Afrika zit, er komt het niet op 5 minuten of zelfs niet op een kwartier. Als het nu niet gebeurt, dan is het morgen. En dat is wel een mentaliteit dat wij soms missen, denk ik. Het kopje leegmaken, dat lukt hier perfect. Ja, het kopje leegmaken op een goede manier. Ik ben hier met zijn papa erbij. Het is plezant. En Danny is er ook bij. Het fietsen op zich is goed, want ik heb hier nu een aantal dagen gefietst en ik voel echt wel dat de vorm in de benen komt. Dus het is niet dat ik hier niks aan het doen ben en plezieretjes aan het rond. Het is voor de deelnemers ook allemaal enorm zwaar en heel veel respect voor hen als ze allemaal uitrijden. Want ik haal ook wel motivatie uit hen die waarvan je zou zeggen dat ze moeilijk aan de streep gaan geraken. En toch de motivatie vinden om door dat zand te kleven, de warmte, door de warmte te gaan en door hun grens te gaan. En daardoor krijg je zelf ook wel meer motivatie om te fietsen, terwijl dat voor ons toch iets makkelijker is. Ook voor Peter wegen de laatste loodjes het zwaarst. Peter is diabetisch patiënt, maar kruist toch elk jaar Velo Afrique aan in zijn agenda. Fietsen met suikerziekte, hij wil keer op keer bewijzen dat het kan. Ja, het is constant hopen dat mijn suikergehalte het hoog houdt ook. Want ik ben ook iemand die niet stil kan fietsen en ik hou graag de inspanning erin eigenlijk. En dan verbranden veel meer suikers sowieso. Er zijn er die deelnemen aan Velo Afrique voor het goede doel, voor de fysieke uitdaging. Voor jou is het ook vooral een stuk voor jezelf? Het is vooral voor mezelf inspanning en ontspanning tezamen. Maar ook om een beetje te tonen aan de diabetes, nieuwe diabetes ook te laten tonen van kijk, blijf niet bij de pakken zitten, probeer een doel te bereiken en fiets mee, onderneem iets om toch goede waarden te bereiken en dan is alles ook mogelijk. Iedereen haalt de finish, ook de zieke Danny de Bie. Zijn dat groot? Nee, ik ben erbij in de bus gestapt en na wat gestapt. Ja, dat zou kunnen. Hè. Uw haar ligt een beetje raar, hè, man. Dat is de. En ziet er ook beter uit. Ik ben beter gisteren. Ja, goed, dat is als we gisteren moesten zijn, zouden we dat echt niet kunnen. Hè. Ja. Nee, echt niet, nu is het. Het tempo ook lege kukken niet, is niet forceren. Ja. Moeten we eigenlijk het ding blijven doen. Vuiken bijgestaan. Of zijn we, hè. Vandaag is een belangrijke dag. Het bezoek aan een nieuw schooltje dat er sinds dit jaar is bijgekomen. Voor de deelnemers altijd een belangrijk moment op de trip in Senegal. De meeste scholen die Velo Afrique ondersteunt zijn basisscholen, maar hier in de rand van Dakar is voor een technische school gekozen. Geeft dat? Het is altijd een goed gevoel om te zien dat het verder gaat, dat verhaal. De eerste keer dat ik hier gekomen ben, lagen de bouwstenen nog hier een beetje verder dan de volgende fase dat er een gebouw stond. En nu is ze effectief in gebruik. Dus dat geeft toch wel een goed gevoel dat het echt werkt. Ook, hè? En het is nog niet af, hè? Er staat nog materiaal boven. Ja, inderdaad. We laten altijd een fundering bouwen voor 2 verdiepen en dan kunnen we in fase werken. En er wordt inderdaad, er kan nog een 2e verdiep opgebouwd worden, zodat er meer kinderen naar de school kunnen komen. Bij een officiële opening hoort ook een onthulling van een bord. Een kolfje naar de hand natuurlijk van Peter Tom Meeuwse. De schotels vallen daar echt wel op. Het zijn de enige gebouwen die geschilderd zijn in de buurt. En je ziet dat er gewoon dat geld goed gespendeerd wordt. En dat de kinderen echt graag naar school gaan. Want ik ben zelf nooit geen schoolganger geweest. Dus ik kan eigenlijk niet snappen dat je dat echt super hard mist. Maar het
Het is echt nodig het is wel mooi om te zien hoe gelukkig dat die daarmee zijn. De dankbaarheid in het dorp is groot. De juiste locatie kiezen voor de nieuwe school is niet altijd even makkelijk. Daarom gebeurt dat altijd in nauw overleg met plaatselijke medewerkers, zoals Jack. Jack, tu peux me expliquer c'est quelle sorte de l'école ici? Voilà, ici nous avons une école de formation professionnelle pour les jeunes filles. Et il y a aussi deux classes qui sont réservées aux préscolaires. Parce qu'ici on est à Diakhaï, c'est à une trentaine de kilomètres de Dakar. Et en général, c'est des cités où sont relogées des familles sinistrées. Ce qui veut dire que c'est des familles qui n'ont pas suffisamment de moyens. L'État n'a construit que des écoles élémentaires, et alors qu'à côté des écoles élémentaires, il fallait prévoir des structures de formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est ce qui nous a poussé à construire cette école, qui accueille aujourd'hui 42 jeunes filles qui font coiffure et couture, et crochet aussi. De wijk waarin we ons bevinden is eigenlijk gebouwd door de overheid. En de overheid heeft ook geïnvesteerd in scholen, lagere scholen. En vandaar dat de noodzaak groter is voor opleidingscentra dan voor lagere scholen. Jullie kiezen dus niet altijd voor dezelfde soort school, kleuterschool, basisonderwijs, gewoon vorming in het algemeen? Ja, vorming in het algemeen, zorgen dat de mensen die van school komen echt wel een kennis hebben om verder in het leven te gaan eigenlijk. Voor de nieuwe deelnemers aan Velo Afrique is het de eerste keer dat ze zien waar al hun ingezamelde geld naartoe gaat. De confrontatie is best wel emotioneel. En Katja, wat denk je als je hier die school binnenkomt? Amai, ik heb het kwaad. Ik heb heel aandoenlijk. Ik ben blij dat ik voor dit doe, maar ik krijg het gewoon niet meer gezegd. Daar heb je heel jaar lang naartoe geleefd. Ja, eigenlijk wel. Ik ben even sprakeloos. Niet de eerste keer dat je hier bent, Danny de Bie. Maakt het nog altijd zo'n indruk? Op zich wel. Niet. Dit deeltje is de eerste keer dat we komen, dat is nieuw blijkbaar. Maar de andere heb ik al een keer of drie geweest en nu de derde keer. En het doet altijd wel iets. Nee, ik vind het mooi. Is dit een moment waar je veel aan denkt als je op die fiets zit? Nee, want dan zijn we het afzien. Ik ben in een klein klasje geweest waar kindjes tussen de 3 en de 5 jaar zitten. En die kunnen al het alfabet, terwijl we bij ons in België dat niet kunnen. Dus het is leuk om te zien met eigen ogen hoe goed het geld besteed is. En ook dat een hele gemeenschap daarvan leeft. Uiteindelijk er is niet alleen scholing voor kinderen, maar ook voor vrouwen die iets leren. Er was daarnet even een atelier waar ze leren haken en naaien. En dus die meisjes, zoals de vrouw het onder bedekte termen zei, die meisjes hebben nu een métier. En terwijl ze anders dan la rue moeten. En dat is toch wel iets dat mooi meegenomen is. Dat uiteindelijk die vrouwen dan kunnen zorgen voor hun kinderen. Want in Afrika zien we nogal dikwijls dat het de vrouw is die het huisgezin onderhoudt. Het begint bij onderwijs. Het begint bij onderwijs, inderdaad. Alles start met onderwijs. En je ziet hier dat de hele gemeenschap daar rond leeft ook. Hè? Van de leraressen en zo, die geven ook, ze leren door. Want ik sprak daarnet met de naaiatelier-lerares en ze zei van, mijn bedoeling is om mijn leerlingen op te leiden, zodat er dan meer en meer klasjes kunnen komen en meer kinderen nog naar school kunnen gaan. Dus het is inderdaad, een onderwijs begint alles. Hè. Onderwijs geeft zelfstandigheid, geeft het feit dat men niet van jou kan profiteren, geeft het feit dat men zelf je brief kan schrijven. Wat een mooi project waar je zoon Peter van is. Ja, dat is wel pakkend. Ja, het is prachtig gewoon. Die kinderen allemaal zo uitgedost. Het is pakkend. Echt waar. Ze hadden je gewaarschuwd, hè Jan? Jawel. Maar ja, zoiets kunnen ze nooit niet vertellen eigenlijk. Dan moet iedereen zelf naar hier komen. Want ongelooflijk. Velo Afrique heeft intussen al 4 scholen gebouwd in en rond Dakar. Daartussen zitten scholen die een professionele scholing geven, kapster, naaister, noem maar op. Maar er zitten ook basisscholen tussen om de jongsten te leren lezen en schrijven. Ondanks de vele zadelpijnen, stijve kuiten, valpartijen en grandioze landschappen, is het toch vooral dat bezoek aan de scholen dat een onuitwisbare indruk maakt op de deelnemers. Hiervoor doen we het natuurlijk. Hè. Het is uiteraard een mooie reis om mee te maken, mooie fysieke inspanning. Maar uiteindelijk doen we het voor de scholen, absoluut. En het wordt altijd maar meer. Hè. Dit is al de 4e school. Ja, super. Hè. Zeer goed gevoel. Niet alleen van het fietsen, omdat ik goed voorbereid was, maar ook
Als ik zie wat hier al verwezenlijkt is door Velo Afrika, is zeer indrukwekkend. Het maakt een ontzettende indruk. Vooral de blijdschap en hoe dat we hier ontvangen worden is echt ontroerend eigenlijk. Ja, ja. Ze zijn zo blij en ze beginnen te zingen, te dansen. Die kindjes waren allemaal zo prachtig geschminkt en aangekleed. Hadden zoveel moeite gedaan. Ze hebben waarschijnlijk uren op ons zitten wachten al. Ja, echt ontroerend. Ja. Wij willen eigenlijk projecten installeren die op zichzelf staan. We willen eigenlijk vermijden dat we elke maand een bedrag moeten betalen om te zorgen dat het functioneert. Terwijl de meeste NGO's op dat principe werken, hè, parrainage bijvoorbeeld, dat je betaalt om een kindje naar school te doen, daar zeggen wij, daar doen we allemaal niet aan mee. Wij zorgen voor de infrastructuur en al de rest moet eigenlijk vanuit de gemeenschap komen. Het is de gemeenschap die vraagt om een school te hebben in de wijk. Wel, de gemeenschap zal ook een bijdrage doen om de leerkrachten te betalen. De gemeenschap gaat een bijdrage doen om de kinderen naar school te laten gaan. Als je, bij manier van spreken, als je daar gewoon, wij kunnen perfect voor die 220 leerlingen in de eerste school, kunnen wij zeggen, die mogen gratis naar school. Maar dan ontwricht je gewoon het systeem. Kameroen, dat is het nieuwe land dat Velo Afrika binnenkort voor het eerst zal aandoen. Daar wachten deelnemers een nieuwe uitdaging, maar dat geldt ook voor de organisatie. Dat beseft Gentenaar en halve Afrikaan Jeroen Leen als geen ander. We gaan nu 5 edities gedaan hebben, Velo Afrika in Senegal. En we zochten ook weer daar een nieuwe uitdaging voor de staf. Ja, een keer iets nieuws, nieuwe wind. En we hebben gezegd, we gaan naar een ander land in Afrika. En we gaan dus naar Kameroen in 2015. Ga je volgend jaar mee naar Kameroen? Als ik mee mag. Mag hij mee? Hij mag zeker mee, tuurlijk.